Binnen Gmail kun je onder het kopje instellingen je filters exporteren en of importeren. Zodra ik de instellingen open en ik klik op filters en geblokkeerde adressen, kan ik hier al mijn filters selecteren en dat gelijk exporteren. Nou, mocht je browser zeggen van ik vertrouw het bestand niet, dan kun je hier aangeven dat je hem toch wilt behouden. Nou, en op dit moment heb je de filters geëxporteerd. Stel ik verwijder ze, dan kan ik ze via deze knop bij filters importeren weer in mijn mailaccount inladen. Selecteer ik ze en klik op bestand openen, dan zie je dat de filters hier weer staan en dat ik met deze knop de filters weer kan toevoegen. En dat is hoe je filters exporteert en of importeert binnen Gmail.